uit. Oh, ik heb je zo gemist. Weet je, als je geen muis was, kreeg je een kus. Nou, vooruit dan. Oké, muis, ik moet mijn ring nu terug. Er zit een stemgeactiveerde recorder in. Oké, zo dan. Dank je. De meest geheime documenten van de organisatie kunnen alleen geopend worden door agenten met ongelimiteerde toegang. Maar die heb ik al maanden. Waarom is het een upcase-CM ook hebben? Omdat er een beveiliging in zit waarbij twee agenten ze tegelijkertijd moeten openen. Dus dat is het plan. Goed werk, mevrouw Sweepstaart. High five. Ja, uitstekend werk, mevrouw Sweepstaart. Jammer, Casey, dat je niets aan die informatie hebt, omdat je hier nooit meer weggaat. Net zo min als mevrouw Sweepstaart. Dus je wilt de organisatie omvergooien? Dit plan was niet alleen om wraak te nemen op mijn ouders. Kom, dat Kira koos voor Craig speelt voor mij al lang niet meer. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Je pa heeft nu wel een buik. Is het niet? Oh ja, je bent er echt overheen. Wie is daar? Ik, Marissa. Momentje. Casey hier? Nee, ze is weg met Brad. Oké, goed. Luister, fijn dat we alleen zijn. Er is iets heel belangrijks wat ik met je moet bespreken. Het was natuurlijk een kwestie van tijd. Iets met de broer van je beste vriendin beginnen voelt gek in het begin. Maar je zult er wel aan wennen. Schatje. Joel? Nee. En voor de duidelijkheid, eeuw. Het gaat om Casey. Vind je ook niet dat ze zich raar gedraagt? Want vanmiddag vond ze het goed om mee te gaan naar een feestje. Oh, dat van Kurt Fabrizio? Heb ik van gehoord, maar niemand wou zeggen waar het is. Ik neem dus nu maar aan dat je me op komt halen. En ik neem dus nu maar aan dat je dan kan wachten tot je in ons weegt. Hey, Marissa? Casey, ik zat te wachten tot je thuis kwam. En nu je bent, kan ik weg. Tot ziens. Dat blondje heeft me door. Marissa? Vast niet. Ze is net zo slim als die bank. Nou, als het gevaar bestaat dat Marissa ons verraadt, dan zal ik haar moeten uitschakelen. Misschien doe ik dat sowieso. Casey komt eraan. Ze kleedt zich nu om. Waarom dan? Ze heeft al 2 jaar lang elke dag dezelfde jeans aan. Nou, aangezien ik degene ben die alle was doet, maakt me niet uit. Mevrouw, heeft u niet gemerkt dat Casey zich anders gedraagt? Niet echt, nee. Laatst vond ze het opeens goed om met mij mee te gaan naar een feestje. Een feestje? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Waarom ziet niemand in het gezin de ernst van die situatie in? Casey is veranderd. Ja, omdat ze nu een vriendje heeft. Maar later maar. Je bent er niet kwijt. Hey, Marissa, ik ben zover. Tot over een uurtje, mam. Oké, liever, tot straks. Hey, ik heb dus kaartjes voor het concert van Pharrell morgenavond. Oh, ja, Pharrell. Het spijt me, ik kan niet. Ik heb opeens iets anders. Ik snap het. Iets met je vriendje? Brad? Nee. Oh, bedoel je dan een missie? Wat? Een missie? Oh, als je een leuk iemand moet achtervolgen, mag ik dan mee? Jij weet dat ik spion ben? Tuurlijk. Waarom weet je dat niet? De echte Casey weet dat wel. Jij bent niet de echte Casey! Dat had ik veel eerder moeten doen, kwebbelkontje.